Mijn naam is Elzo Jansen, marineofficier van beroep. En eigenlijk de trotse commandant van dit prachtige schip. Dit prachtige schip, Zijne Majesteit Karel Doorman, is het grootste schip van onze marine. Onze krijgsmacht voert hiermee operaties uit tot ver buiten onze landsgrenzen. Het is vernoemd naar Schout bij Nacht Karel Doorman, de commandant van een vloot geallieerde schepen die in de Javazee en in zijn ogen onmogelijke strijd moesten vechten tegen de Japanse marine. Beroemd is zijn bevel dat hij gaf aan zijn schepen om in de chaos de slagorde te herstellen. All ships, follow me. Karel Doorman komt uit een echte officiersfamilie. Hij is 17 jaar als hij aan de opleiding voor marineofficier begint, hier aan het Koninklijk Instituut voor de Marine in Den Helder. Hij is een lange, voorname man. Charmant en avontuurlijk, maar ook streng, recht door zee en met een grote dosis sarcastische humor. Hij dient enkele jaren in Nederlands-Indië, haalt zijn militair vliegbrevet en richt met anderen in Nederland de marine luchtvaartdienst op. Ja, de naam van Karel Doorman staat op dit schip, maar het heeft ook op drie andere schepen gestaan. Karel Doorman was een zeeheld, is een zeeheld en we eren zijn naam. Als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt, wordt hij benoemd tot commandant van het Nederlandse eskader in Nederlands-Indië. Na de Japanse aanval op de Amerikaanse marinebasis Pearl Harbor in december 1941 verklaart de Nederlandse regering Japan de oorlog. De Japanners veroveren eiland voor eiland van Nederlands-Indië. Karel Doorman krijgt als commandant van de geallieerde Combined Strike Force de bijna onmogelijke opdracht de Japanse invasie op Java te voorkomen. De zeemacht bestaat uit kruisers en torpedojagers van de Nederlandse, Amerikaanse, Australische en Engelse marine. Op 27 februari naderen twee Japanse invasiefloten Java. Karel Doorman doet wat hij kan met de middelen die hij heeft. Hij heeft een vloot bij elkaar gebracht, de schepen van verschillende marines. Allemaal met verschillende communicatiesystemen die niet op elkaar zijn ingespeeld. Ze hebben allemaal een ander seinboek. En de radioverbinding is lastig tijdens de zeeslag. De schepen zijn gehavend door de eerdere gevechten en de manschappen zijn dodelijk vermoeid. Het aanvalsplan is simpel, want er is nauwelijks tijd geweest voor voorbereiding en ze hebben nog maar nauwelijks samengewerkt. En er is bar weinig kennis over de tegenstander. De Japanse tegenstander is qua bewapening superieur. Hun torpedo's hebben een groter bereik en hun schepen zijn van een zwaarder kaliber en moderner. Verrast door Japanse lange afstandtorpedo's verliezen de geallieerden het grootste deel van hun schepen. Anders dan Doorman beschikt de Japanse vloot bovendien over luchtsteun van verkenningsvliegtuigen. Hierdoor zijn ze altijd volledig op de hoogte van de geallieerde vlootbewegingen. Die gooien lichtfakkels uit, waardoor de geallieerde schepen al van ver te zien zijn. Doorman ontbeert actuele inlichtingen over de locatie en koerswijzigingen van de Japanners. Karel Doorman heeft het idee dat hij niet terug zal keren. Al wekenlang leiden ze nederlagen tegen de Japanners. Precies een week voor de slag neemt hij echt afscheid van zijn gezin op de oprit van hun huis. En hun papegaaien brengt hij onder bij de buren. Hij schrijft een afscheidsbrief aan zijn ouders, waarin hij zegt dat hij deze laatste poging om de Japanse invasievloot tegen te houden waarschijnlijk niet zal overleven. Op de dag zelf komt hij op de kade een oude bekende tegen die tot ziens tegen hem zegt. Maar Doorman zegt nee, vaarwel. Daar ben ik echt wel zeker van. En toch probeert hij om het moreel van zijn manschappen hoog te houden. Tegen beter weten in. Ja, de manier waarop ik dat zie, hè, die trots op Karel Doorman, is dat hij tot het uiterste is gegaan. Hij is het uiterste gegaan met de middelen die hij had. En dat heeft uiteindelijk geresulteerd in een verlies en ten ondergaan van het vlaggenschip met alles en iedereen aan boord. Slechts een handjevol mensen heeft natuurlijk dat schip kunnen verlaten middels een vlot. Maar het feit dat hij tot het
uiterste is gegaan, tot het laatste is gegaan, dat maakt indruk op mij. Dat creëert in zekere zin trots. In totaal sneuvelen er de 27 februari 1942 ruim 1100 geallieerde zeelieden. Hier tegenover staan slechts 10 Japanse slachtoffers. Met slechts een etmaal vertraging landen de Japanners op Java. Karel Doorman doet wat hij kan in een onmogelijke situatie. Standvastig houdt hij vast aan zijn orders om door te vechten tot de vijand is verslagen. Als een vlaggenschip de Ruiter tot zinken is gebracht, probeert hij nog zoveel mogelijk manschappen in veiligheid te brengen. Maar pas de volgende dag hoort zijn vrouw dat het schip is gezonken. Een marineofficier komt haar persoonlijk vertellen dat ze haar man waarschijnlijk nooit meer terug zal zien. Karel Doorman sterft in een zeemansgraf. Maar met dit grootste schip dat naar hem is vernoemd, wordt hij bij de marine nog altijd in dankbaarheid herdacht.